Wat heb jij gedaan? Goed. Vamos. Waar komt dat? Woe! Dit zie ik ook echt naar huis. Ik kan het niet zien. Ik kan het niet zien. Je mag gewoon maar gaan zitten. Jolien, je mag gewoon voor als je wilt. Ik zit nu al als Ali. Ja, kom hier, jongen. Oké. Okay. Oh, geel groen. Dat kan niet, man. Ja, ja. Waar is dat om regen? Dat is een boswachter of wat? Oké, maar morgen wil ik wel eerst de plaats voor jullie. Doet hij ook het, man. Nee. Morgen wil ik wel first. Ja, je moet een theater doen. Ja, je kraakt je. Ja, maar je moet wel... Maar je moet dat wel zeggen, ik reserveer morgen. Toch. Sowieso. Oh. Ik zie wel echt niet met die grote jongens. Ik ook niet. Wij zien niets met jullie voor ons. Komt er. Ali, als jij heel gezicht, heel hoofd zit vol mensen. En nu? Ik ga ik mee naar uit. Echt heel slecht. Treur, maar nu zie je niet meer. Nee, ik zit hier graag. Ja, als je laag gaat zitten wel. We gaan opschuiven, ze biedt. Dan kunnen we tussen. Ah ja, dat is een goed idee. Maar nee, we hebben een boswachter hier. Hij gaat zo door. Het is gewoon geweest. Misschien als jullie even de deur kunnen sluiten van het theater. Ja, ik doe, ik doe. Nee, van het theater, hè. Big Brother. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hoe hij dat zei? Ik wil dat hij dat nog eens zei. Ah, je hebt dat ook gezegd. Ik kan niet inbeelden dat die teneus dat ding stond met die lichten. Ik kan me niet inbeelden dat het ding met die lichten teneus stond. Ja. Dat is raar, hè? Lijkt weer een heel andere zaal of zo. Dat is ook spannend. Ik ga dat weer in beeld zien. Ja, maar dat moet een camera zijn. Dus welke is het dan? Nee. Beste bezoekers, van harte welkom in de Big Brother Theater. Vooral weer de vierde show hier. En weer een bijzondere. En weer een heel andere dan de vorige drie, die ook al zo enorm van elkaar verschilden. Jullie gaan duidelijk genieten van een nieuw duo, Kiara en Bart. Hey. Kiara en Bart, jullie mogen nu richting het podium. En daarna is deze hele zaal en het podium en alle aandacht voor niemand minder dan jullie twee. Ik ga je nu zien, maar kijk eens een keer. Ja, kijk maar. Hier, ik kan het doorzetten. Ah ja, zonder muziek gewoon. Ik ben benieuwd, joh. Ja. Groen. Nee, niet groen. Dat was niet groen. Ik had dat ook aan. En zelfs daarna, want ik hier, toen ik eruit was, had ik het ook niet gezien. Het was helemaal te licht. Blauwe lichten erop. Ik was zelfs daar. Ja, ik heb de stelling ook al. Ja, maar dat weet je ook niet zeker. Ik heb het gevraagd in een dagboek aan, dan kreeg ik geen antwoord op. Hoort daar nu een slang? Want anders kon hier als een nog niet namelijk. Nee, zijn ze vast. Oh ja, dat kan wel. Ja, je doet zo, maar je weet niet als hij dat op zijn benodigdheden heeft gezien. Kom maar. Ga gewoon uit de game. Het is zo vlot. Dit is live. Ik hoor niet door. Ik ben een pleit, moet ik drie mensen heen nomineren. En nu deze twee. Vipdek, hè? Ja, dank je wel. Alsjeblieft. Grazie. Grazie.
Oh, we zijn VIP of zo. Oh, het is juist. Dank u. Las Vegas, hè, is dit. We hebben betaald. You're in Vegas, baby. Dat klopt, daar heb ik ook voor betaald. Dank u. Thanks. Kan je indoen? Ik hoop het. Cheers. Dan ga ik even de regels met jullie doornemen. Jullie zien een sokkel en er zullen zo dadelijk trucs uitgevoerd worden. Het is de bedoeling dat je aan de zijkant van de sokkel staat als je meedoet. Moet je iets vasthouden of laten zien of bekijken, dan doe je dit heel rustig en hoog, zodat de camera je kan volgen. Jolien, kun je dat even voor mij herhalen? Als we even naar voren geroepen worden en we moeten assisteren, dan moeten we langs dus aan de zijkant van de sokkel gaan staan en dan moeten we wat we vast hebben duidelijk omhoog houden en aan de camera laten zien. Correct. Kan ik nog even naar de wc gaan? Welkom in Vegas. Zaal 9 uitverkocht in Amsterdam. Jullie zijn bij de Magic Show van Magic Bart. Bij deze een hoog applaus voor Magic Bart! Wow. Wow. Goedenavond, dames en heren. Welkom in de Las Vegas Magic Show. Vandaag gaan we in primeur een aantal trucs ten berde brengen. Jullie gaan verrassen. Jullie gaan buiten komen en zeggen... Ongelooflijk. Ik heb graag interactie met het publiek, dus het zou jammer zijn moest je blijven zitten. Mijn motto is, hoe dichterbij, hoe beter je kan kijken. Dus assistenten... U mag opstaan met het glas en iets dichter komen. Allemaal? Hoe dichterbij, hoe meer je kunt zien. Oh. Ongeveer tot hier. Zodat de camera's het goed kunnen volgen. Ja, dankjewel. Zorg dat je een plekje hebt. Maar nogmaals, als je dadelijk iets moet laten zien, even hoog en langzaam. Vier mensen hier een beetje en daar, dat de camera's in het midden kunnen bijvolgen. De eerste truc die ik ga brengen, heeft te maken met telepathie. Ik ga proberen gedachten te lezen. Het is uiterste concentratie nodig. En volledige stilte. Zoals u reeds kunt zien, verschillende kaarten. Voor we gaan beginnen, ga ik vragen aan mijn lieftallige assistenten om zich daar plaats te nemen. Met de rug naar het publiek. Ja. Zodat zij niks kan zien. Mag ik even mevrouw Jolien en mevrouw Charlotte even plaats laten nemen naar tafel. Ik wil liever het glas even te geven aan de jonge heer. De jonge heren. Ik ga de kaarten schudden, dat je denkt dat ik de volgorde niet ken. Dus, mevrouw Jolien, ik ga over de kaarten gaan en jij zegt gewoon ergens stop. Stop. Goed. Oh, pak de kaart. Ik mag de kaart niet zien. Ik mag kijken. Ja. Dus, mag de kaart bekijken. Je mag ze aan de medepubliek ook laten zien. Je mag ze terug op tafel leggen. De kaart die je gezien hebt. Je mag aan de kleur denken. De kleur van de kaart. En jij mag aan de
cijfergetal, beeldje denken, wat erop staat. Heb je ze gezien, hè? Nee. Ze staat er toch nog eens gaan kijken. Daar moet je aan denken. Ja? Of dat, niet dat. Dus jij mocht aan de kleur denken, die gaan er eens wat erop staan. Proberen de gedachte in me op te nemen, samen te laten vloeien. Een assistent mag zich omdraaien. Ik ga proberen met telepathische gedachten naar haar te sturen. Ze denkt dat je het ontvangen hebt. Ja. Mag opschrijven aan wat ik denk. Schrijf het op, dat de mensen het niet kunnen zien. En hopelijk is de telepathie van bij jullie naar mij gegaan en naar mijn assistenten. Jullie hebben willekeurig, ik heb willekeurige kaart genomen, maar ondertussen uit het boek. Mijn assistenten, mag ik laten vragen het papier te tonen voor welke kaart zij naar mij doorgestuurd hebben en ik naar u. Klopt dat? Dat klopt. Dat klopt. Dit was de opwarmer van vanavond. Wow! Hey. Wow! Ik ga Wow. nog een stapje verder gaan. Hoe? Ik ga proberen de toekomst te voorspellen of in de toekomst te kijken. Zoals je ziet, gewoon simpele kaarten, niet op volgorde gestoken. Nu zou ik graag even meekomen. Ik ga tegen jou iets zeggen. Ken je die kaart? Nee. Vierkant. En de V. Oké. Ja? Ja. Je moet je goed onthouden. Ja. Slijslo. Kom even naar van voor. Jij zegt gewoon stop. Stop. Goed. Pak de kaart. Enkel jij mag de kaart zien. Ja. Enkel jij mag de kaart zien. Oké. Okay. Je denkt aan de kaart. Hoog houden. Ik ga... Ik probeer in de toekomst te zien. En ik heb tegen Lindsay iets gezegd. Lindsay, wat heb ik tegen u gezegd? Vierkant V. Wat heb jij genomen? Wat? Mooi. Dat kan niet. Hoe dan? Huh? Ali. Even naar hier het glas geven. Wat? Je mag hier een kaart tussenuit nemen. En die gewoon direct op tafel leggen. Ja. Mijn assistente gaat de kaart laten zien. Meneer Ali, jij mocht de kaart hier terug ergens tussen steken. Steek er ergens terug tussen. Ik ga een beetje afkappen, dat ik niet weet waar ze zit. Beste Ali. Is dit uw kaart? Ja. Huh? Ja? Oh. Dit kan niet. Wow. Dit kan niet. Wow. 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 Oh, jong. Sterk. Assistenten mag ik... Dank je wel. Ik neem mijn taak heel serieus. Mag ik vragen, meneer Jason? Ja, meneer Jason, wil je iets dichterbij komen? Jason. Mag je aan de zijkant, ja. De volgende truc. De volgende truc die we gaan doen. Ja.
Die berust op een principe, dat jij hetzelfde doet als ik. Oké. Okay. Die je twee boekenkaarten. Eén voor u, één voor mij. Jij kiest één, ik pak de andere. Oké. Okay. Kiest een boek. Oké, okay, pak de andere. We schudden de kaarten. Als jij denkt dat ze goed gestoken zijn, dan zeg je gewoon stop. Ja. Leg de kaarten neer. Ik ken uw volgorde niet. Nee. Jij kent mijn volgorde niet. Juist? Ja. Dan wisselen we. Zo. We pakken alle twee één kaart op mijn manier. Ik mag jouw kaart niet zien, jij mag mijn kaart niet zien. Oké? Okay? Doe hetzelfde als ik. Iedereen mag uw kaart zien. Ja? Ja. Je doet hetzelfde als ik. Een magische kaart zit er ergens tussen. Ja. Die van mij ook. Oké, okay, ik weet uw kaart niet zitten. Jij weet mijn kaart niet zitten, juist. Dan wisselen we. Je magische kaart, heb je nog onthouden? Ja. Je haalt die ertussenuit en legt die op tafel dat ik ze niet kan zien. Oké. Okay. Ik pak de mijn. Dus je hebt willekeurig uit een boek die kaart genomen, juist? Ja, correct. Ik heb het deze. Ja. Ik heb uw kaart niet gezien, je hebt mijn kaart niet gezien. Nee. Lekker heb jij genomen, draai eens om. Je hebt die genomen. Klaverijn. Ik heb deze genomen. De klaverijn. Wat? Applaus. Applaus. Mooi. Oeh. Jason. Mag mevrouw Lintz hier naar voren treden? Nee, je moet naar voren. Ik ga de volgende. Meneer Iels is ook nog niet aan het begin. Ja. Lintz, ik pak gewoon een aantal kaarten. Uh-huh. Tel ze niet. Je pakt er een willekeurige kaart tussenuit. Oké. Okay. Mag je aan iedereen laten zien? Mag je terug ergens tussen steken? Goed, ik ga vragen. Kijk hoe. Is dat uw kaart? Nee. 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 Is er niet bij, hè? Nee. Is dat uw kaart? Nee. Is dat uw kaart? Nee. Is er niet bij, hè? Nee. Dat is uw kaart. Wat? Allee, hè? Wow. Nice. Hoe kan het? Hoe kan het? Wow. Als je nog een verzoeknummer hebt, welke dag nog eens zou terug willen terugzien, dan mag je één. Eén vragen. De laatste? De laatste. Die laatste nu vind ik heel intrigerend. Die wil ik nog eens zien. De laatste moet ik opnieuw doen. We hebben er hierna nog één, hè? Ja. Die wil ik echt nog een keer zien. Dus, Charlotte. Of Ias is nog niet geweest. Ias, je bent een... Kom maar. Okay, je... Ik had je mee vergeten, man. Hij is op de achtergrond. Ik dacht dat ik nog mocht komen, ik dacht dat ik nog mocht komen. Ik pak een willekeurige kaart. Dat is makkelijk. Wacht, wat ik zie. Je moet echt goed kijken. Je mag allemaal kijken naar de kaart. Kijk ook hier staan. Zit je er terug tussen?
Is ze daar? Is ze daar? Nee. Is ze daar? Is ze daar? Nee. Maar ik kies volle machine aan de kaarten. Vier kaarten. Is ze daar? Nee. Is ze daar? Nee. Twee kaarten. Ik denk dat dat de kaart is. Ruim maar om. Uh-huh. Wat? Shut the front door. Ik kan niet handen. We zijn helaas toegekomen aan de laatste van vanavond. Ik ga daarmee een dame spelen. Michelangelo kan even naar voren komen. Tuurlijk. Michaela. Moet je naar voren komen? Jawel, jawel. Dat is een zakje en die steken vier kaarten in. Vier dames. Twee rooi, twee zwarte. De, ja, bij ons is de harten, de koeken, schoppen en de klaveren. Mm-hmm. Jij mocht van mij een kleur kiezen. Oké. Okay. Zeg een kleur. Mag je dat opzeggen? Ja. Rood. Rood. Nu mogen we kiezen. Nee, weet je wat? Rood. Hij kiest rood. Rood gaat weg of rood blijft? Rood gaat weg. Rood gaat weg. Dus houden we zwart over, correct? Ja. Zouden we nog zwart over? Zijn er twee? Dat is de schoppen en de klaver, juist? Mm-hmm. Als je het zegt, ja. Jij kiest schoppen of klaveren? Klaver. Klaver. Klaver blijft of klaver gaat weg? Klaver blijft. Klaver blijft. Dus jullie hebben allemaal samen voor de klaverdame gekozen, juist? Juist. Ja. Ik heb al een tijd dit in mijn hand. Jullie hebben voor klaverdame gekozen. Kijk goed. Zit die kaarten in? Ik wist dat jullie klaveren dame gingen kiezen. Huh? Dat zijn drie rode. En dat zijn een blauwe. Dat kan niet! Een blanco. Dat kan niet. Dat kan niet. Zij zit dat op pak. Altijd afleveren van een product. Dames en heren. En Bart. Dit was mijn korte gokkenshow. De kaarten en dit zal ik meenemen even naar binnen. Om te en als je dan nog eens iets wilt zien, dan kan je dan nog altijd iets doen. Wauw! Oh, man. Lekker om voor Magic Bart en Tia. Hey. Proficiat! Heel mooi, heel mooi gedaan. Fantastisch. Ja, fantastisch. Maar show, als, wij, als jij nu niet had gezegd, ik verander het, ja. Was het dan wel rood geweest? Oh, hier ja, hoog, dat waarschijnlijk wel. Want ik mocht dat zakje niet vastpakken, hè, Bart. Hij laat het nog wel zien. Nu ben ik heel benieuwd. Naar het zwart. Ah ja, juist. Ja. Nu ben ik heel benieuwd. Ben je dat van mij naar de tuin? Goed, ik zit hier. Bewoners, samen met de online kijker hebben jullie gekeken naar het optreden van Magic Bart en Kiara. Dadelijk, als de rook is opgetrokken, is het moment waarop jullie deze show mogen beoordelen met een cijfer. Jullie mogen één voor één naar de stembus een cijfer geven, dit tonen aan de camera en daarna het briefje in de bus gooien. Michelangelo, jij mag als eerste een cijfer geven. Okay, Lindsay, jij mag een cijfer geven.
Geef hem. Die begreep het niet. Ali, jij mag nu een cijfer geven. Komt Jan in hoed? Wat Bart. Jason, tot slot mag jij nu een cijfer geven. Oh, goed, goed. Geen enkele truc is mislukt of gefaald. Dus, maar dat is normaal in Las Vegas zeker dat die niet mislukken. Nee, het was goed. En ik had een hele goede assistente, dus... Kiara, ja. Ben je opgelucht dat hij niet heeft doorgezaagd? Ja. Nee, hij heeft zijn talent goed kunnen laten zien, dus dat is wat telt. En jij als zijn assistent, ja, had je iedere truc door, nee. Of niet? Geen één. Ik zei, ik heb het vandaag 3 keer gezien en ik snap het nog steeds niet. Maar assistent zijn is blijkbaar mijn talent. En dat deed je heel goed. Dank je. Beste bezoekers, dit was jullie avond in de Big Brother Theater. Het slechte nieuws is dat de avond hier is afgelopen. Het goede nieuws is, morgen is er weer een show. Morgen in dit theater, Jolien en Michelangelo. Mag ik nu alvast een applaus om ze aan te moedigen? Dank voor jullie komst en tot morgen in dit theater. Dank je wel. Dank je. De theater. Hey, kom maar bij Jolien. Ik ga naar goed doen. Ah, jullie hebben die glazen niet mee. Ja, ik heb wel mee. Wacht, jouw kaart, anders komen die in de war, toch? Die mogen niet... Nu is dat iets minder belangrijk. Ah, was ik nog vergeten. Een applaus voor u. En ik was zo aan het denken. En... Dat is zo niet erg. Ik had wel wat een biebers, hè? Ja. Er viel er 1 kaart naar beneden, maar dat is niks. Dat was eigenlijk goed. Dan kon ik die terugsteken voor die te geven. Dat is van nieuws. Dan moet ik nog meer pakken terug.
Wat ga je met je kostuum doen? Dat jasje eerst uit. Ik doe die dadelijk in de voorraadkamer anders. Ah ja, dat is goed, dat kun je. Ja. Maar die, er staan ook nog glazen, Bart. Van... Ja, loop je ook op. Sukkeltjes. Goed gedaan, Bart. Heb je gezien? Kun je deze eens meepakken? Ja. Heb je er iets van gezien? Hoe? Ja, ik wist een paar. Maar omdat ik dat weet. Maar anders zou ik dat nooit weten. Maar je hebt dat heel goed gedaan. Ik had ook wel wat biebers, hè? Wat, ja, maar dat is normaal. Ook met die wat je twee keer hebt gedaan. Heb je echt goed gedaan, want ik wist hoe die ging. Wat dan? Nee. Wat je twee keer met Ios hebt gedaan. Eén keer met Ios en één keer met... Ja. Nee. Ik ken die, maar heb die heel goed, echt goed gedaan. Dat rooksysteem was ook super leuk. Ah ja, maar nog ook een show wat mist. Dat was mijn derde item dat ik gevraagd had. Zijn die van mij? Ah, oh, je had die mee. Meen je niet? Ja. En zij hebben die dan gewoon kunnen gebruiken of zo? Ja. Wow, ja. Kijk. Hé, hey, Ali. Ja, mag ik die hebben, zo'n man? Nee. Als denking aan mij. Hey. Ik meen het, man. Ja, maar nee, die is toch binnenkort te klein voor mij, zo terug. En, wat vonden we van? Heel goed, maat. Echt waar. Heel mooi. Heel origineel. Alles was goed, maat. Goed gedaan. Top. Man, ik versta het niet. Ik versta niet. Dat kan heel leuk, man. Ik heb veel. Ik heb echt, ik denk de waarde van 900 euro of zo liggen thuis. Ja, tuurlijk. Maar al sinds ik, toen ik 15 was, echt waar. Deed ik zo van die standaard dingetjes. En toen ben ik verder gegaan en verder gegaan. Bart, ga je tegen hem zeggen of niet? Eigenlijk mogen we hier aan niet zeggen. Nee, ik zeg het niet. Een goochelaar klapt nooit. Dat moet niks zeggen. Niks vertellen. Ik zou dat eigenlijk niet doen. Dat is niet meer fijn dan. Als ik het vertel... Je moet naar die hoofd... Het zijn camera's. Ja. Nee, dat moet iedereen niet doen. Iedereen zou het niet vertellen, maat. Nee, niet doen. Dat is alles thunder vanaf. Bloedschijn. Ik heb deze toch van mij. Die achteraf kan ik nog altijd doen. Pak je die bij? Ja. Ik kan nog wel eens een opnieuw doen hier. Hè. Ja. En hier bieber ik iets minder hard dan daar. Ja. Ik ga eerst mijn andere kleren aan doen. Ah ja. Goed gedaan. Hoor je jullie, ja? Ja. Andere, ja. Andere, ja.